kijkt naar weer een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag heb ik weer een nieuwe My 5 New Favorites voor je. Ik heb een aantal dingetjes neergelegd waar ik de afgelopen maand heel veel gebruik van heb gemaakt. Of die ik erg leuk vond. Of iets wat ik al een hele tijd heb, maar wat ik een beetje was vergeten. Die ga ik je vandaag allemaal laten zien. Mocht je trouwens op de achtergrond wat horen, mijn moeder is er ook. Die staat nu in de badkamer, dus ja, het is een klein huisje. Je hoort af en toe wat. Maar ik had een beetje tijdsgebrek en ik moest het nu opnemen. Dus vandaar, als je wat hoort op de achtergrond, mijn excuses. Ik ga beginnen met hetgeen wat ik nu ook op mijn lippen heb. En dat vind ik echt een hele toffe kleur. Dit is de Super Matte Liquid Lipstick van de Primark. Dit is ook van PS. En PS is het merk van Primark van de make-up en zo. Dit is de High Pigment Color and Matte Finish Liquid Lipstick. Dat staat er in ieder geval op. En het is de kleur 07 Candle. En ik moest er in eerste instantie een beetje aan wennen, omdat hij vrij grauw is. Maar hij zit heel goed. Hij blijft echt serieus een dag zitten. S'avonds moet ik hem er echt afboenen. Met hetgeen wat ik je zo ga laten zien. Maar ik vind hem echt heel mooi. Ik vind het weer eens wat anders. Ik ben normaal gesproken niet zo heel erg van de nude en de matte kleurtjes. Omdat mijn lipkleur zelf vrij donker is. Dus als je dan iets opdoet, dan lijkt het al heel snel alsof je een beetje dood bent, zeg maar. En dat vind ik bij deze heel erg meevallen. Dus ik ben hier echt heel erg blij mee. Als ik de volgende keer bij de Primark ben, ga ik zeker even kijken of ze nog meer kleurtjes hebben. Dan ga ik gelijk door met hetgeen waar ik het net over had. En dat zijn eigenlijk twee producten. Het zijn namelijk deze twee producten van Garnier. Dit is een micellair reinigingsgel. En dit is er eentje voor de gevoelige huid. En eentje voor de gevoelige en gemengde huid. En ik moet je heel eerlijk toegeven dat ik eigenlijk altijd een beetje een nee gevoel heb gehad bij Garnier. Omdat ze toen heel erg veel dingen maakten voor puistjes en dergelijke. Maar daar hoorde ik toen hele slechte verhalen over. En ik kreeg deze binnen. Ik heb deze opgestuurd gekregen. Hartstikke lief. Toen dacht ik, ik ga het gewoon proberen. En eerlijk is eerlijk, het is een van de beste reinigingsgels die ik tot nu toe in mijn handen heb gehad. Hij werkt voor mij heel erg goed. Allebei trouwens. Ik gebruik deze, dus de gevoelige en gemengde huid, gebruik ik om 's avonds mijn make-up mee af te halen. En deze gebruik ik dan 's ochtends. Deze is namelijk ietsje zachter. Deze is dus ook voor de gevoelige huid. En ik vind hem heel erg prettig. Hij blijft niet trekken op mijn huid. Hij droogt mijn huid niet zo heel erg uit. Dat vind ik wel heel erg fijn. In allebei zit trouwens ook geen parfum. Terwijl ze wel gewoon lekker fris ruiken. En het werkt gewoon super makkelijk. Je doet een pompje op je handen. Je maakt het eventjes nat. En je doet het over je gezicht. Afspoelen en klaar. Dus hier ben ik echt mega, mega, mega blij mee. En ik, ja, zeker omdat ik dan 2 flessen heb. Dus ik kan er voorlopig eventjes mee door. Die staan dus constant in mijn badkamer. En ja, ik heb ook serieus het idee dat mijn huid gewoon een stuk prettiger aanvoelt en minder onzuiver is. Dus daar ben ik heel blij mee. De volgende is echt een oldie but goldie, zeg maar. En ik hoop dat ik hem een beetje kan laten zien. Oh, ik verslik me gewoon. Dit is hem. Dit is een armband van de Rubs. En die heb je al eens vaker voorbij zien komen in mijn My New 5 Favorites. Maar ik vind deze heel erg mooi. Ik heb altijd de neiging om richting lente weer rosé goud te gaan dragen. En dat doe ik dan ook. En daarvoor gebruik ik deze heel vaak. Ik vind deze heel mooi. Hij is gewoon lekker stevig. Dus met één armband ben ik gewoon klaar voor de rest van mijn sieraden, zeg maar. En ik combineer deze ook wel regelmatig gewoon met zilver of met een andere, de Rubs armband. En dat is dan een rubber armband. Dus dat vind ik heel mooi. Die heb ik denk ik nu al een jaar, maar deze blijf ik echt gewoon constant dragen. En ja, vind ik heel fijn. Daar ben ik heel erg blij mee. Dan iets wat je in de vlog van Malaga hebt kunnen zien. Dat is namelijk deze laars. Deze laarsjes, dit laarsje, whatever. Ik vind hem heel tof. En daarnaast, ik kan hier serieus gewoon een dag lopen zonder dat ik heel erg pijn in mijn voeten krijg. Ik krijg altijd last van hakken. Maar ik kan hier serieus gewoon de hele dag lopen. En dan s'avonds denk ik, oké, ik wil ze nu wel uit. Maar dan is er verder nog niks aan de hand. Daarnaast, ik weet niet of je het hoort, is dit geen harde hak. Dus er zit hieronder, zit een soort van rubberachtig, waardoor het klinkt alsof je op een gewone normale schoen loopt. Dat vind ik ook wel prettig, want ik vind het nadeel van hakken dat je ze dus altijd zo hoort. En dat heb ik bij deze totaal niet. Daarnaast vind ik het een hele toffe kleur. Zitten ze heel erg lekker. Vind ik ze heel mooi. Kan ik ze lekker combineren. En waren ze echt spot goedkoop. Volgens mij heb ik hier 10 euro voor betaald. Dus ja, ik kon ze echt toen niet laten liggen. En ik hoop eigenlijk stiekem dat ik deze nog in een zwarte variant tegenkom. Dat wil ik hem ook heel graag. Mocht je hem nou tegen zijn gekomen, laat me eventjes weten, want ik wil hem echt heel graag. Dus, dan alweer het laatste van deze My 5 New Favorites. En dit is ook iets waar ik mega blij mee ben. Deze heb je in de shoplog van vorige week zondag kunnen zien.
Het is dit shirtje, topje, whatever. Bob die ligt hier onder mij en die zit echt zo te kijken van, oh, kan ik daarin gaan hangen? Maar dat moet je met dit stofje niet doen, Bob. Dus ik hou hem eventjes hier. Dit is dus zo'n lace top en hier was ik echt heel erg lang al naar aan het zoeken. Maar ik ben gewoon een goedkoop trutje, dus als iets, zeker voor een topje, zeg maar boven de 25 euro uitkomt, vind ik dat echt niet normaal. Volgens mij heb ik hier 8 euro voor betaald bij de New Yorker. Ze hebben hem in verschillende kleurtjes. Dus ik ga misschien ook nog wel een stukje kijken of ik nog een andere kleur wil. Bedenk dit zeg maar eventjes onder een blouse of een blazer. Ja, ik vind het gewoon heel tof. Dus daar ben ik ook heel, heel, heel erg blij mee. En dat waren alweer alle spulletjes van deze My 5 New Favorites. Ik hoop dat je het leuk vond om naar te kijken. Mocht je zelf een favoriet van de afgelopen tijd hebben, laat het vooral eventjes achter in de comments. Ben ik heel erg benieuwd naar. En dan wil ik je voor nu bedanken voor het kijken. Volgens mij had ik dat al gezegd. En wellicht tot de volgende keer. Doei doei!